werk voor volwassen educatie. Voor volwassenen die beter willen leren lezen, schrijven, de taal beter willen leren. Maar ook digitale vaardigheden of gezondheidsvaardigheden willen ontwikkelen. Daar doe ik allerlei projecten voor in de bibliotheek. We hebben een hele grote pool vrijwilligers die ons daarbij helpen. Ze zijn onder andere actief in het taalhuis hier. Daar helpen ze de mensen die vragen hebben over bijvoorbeeld een taalschool. Maar ook vragen over de computer of die op de computer Nederlands willen oefenen of digitale vaardigheden willen oefenen. Zij helpen de mensen daarbij. 5 jaar geleden ben ik begonnen als docent op het Ster College. Dan begin je als docent NT1 en in principe, je beheerst de Nederlandse taal, je beheerst de didactiek van het lesgeven, maar je hebt wel een zeer bijzondere doelgroep voor je. En dan is het heel fijn dat er een kennisbank is waar jij je artikelen kunt downloaden en kunt lezen, gewoon voor jezelf, om in je rugzak te stoppen, voor de beeldvorming, ook voor tips en tricks. De benadering van een volwassene is anders dan van of de mbo-student of zelfs mensen in het basisonderwijs. Daar heb ik ze vooral voor gebruikt. Ja. Oefenen.nl heeft natuurlijk een ontzettend groot aanbod voor mensen die willen oefenen met de taal, maar ook op andere gebieden rond basisvaardigheden. Dus de klanten oefenen daar heel veel mee. En ze hebben een hele fijne kennisbank waar we regelmatig gebruik van maken. Met allerlei artikelen die we kunnen gebruiken om de vrijwilligers ook te professionaliseren. De artikelen van de kennisbank, die maken je als docent bekwamer. Je hebt gewoon meer bagage, gezien de bijzondere doelgroep die je voor je hebt. De doelgroep is groot, maar het bereik is klein, omdat de mensen de stap vaak niet durven zetten. En dan is het fijn dat je de artikelen kunt lezen om je wat vakbekwamer te maken. Ja, ik heb een heel interessant artikel gelezen over het begeleiden van mensen die dus Nederlands als eerste taal hebben en toch moeite hebben met basisvaardigheden, hoe je die het beste kunt begeleiden. En daar werd dan ook allerlei voorbeelden gegeven van hoe bibliotheken in andere steden of plaatsen dat deden. En aan die voorbeelden hebben wij zelf ook heel veel. Want dan kun je weer inspiratie, tips uithalen om zelf te gebruiken. Dus dat vond ik een heel fijn artikel om te lezen. Ja. Ik weet dat ik het kan en ik wil meer. Ik moet van ver komen, hè, dat ik nog nooit geschoold heb gehad. Maar ik ben er. Ik ben er bijna bij de streep. Maar ik moet nog net een klein zetje hebben. Ja.